Ja, het is eindelijk zover. Yes. Jullie wachten volgens mij al super lang. Heel erg lang, want sinds een paar weken hebben wij clip-in extensions. We hebben ze inmiddels een geruime maand. En we gaan vandaag eindelijk de review doen van Maggie's Hair. Ja, oftewel, wij werden benaderd door Magda. En Magda is echt serieus een ontzettend lief en leuk mens. Magda, als je kijkt, hoi. Hoi, ze woont in Sneek trouwens. Ja, ze woont in Sneek, heel erg leuk woont ze. En dat ga je zo meteen een klein beetje zien in een interview die ik met Magda gehouden heb. Terwijl Willemijn naar haar werd gedaan. En ze bood ons aan of we clip-in extensions wilden reviewen. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik heb wel vaker clip-ins gereviewd. Eentje heb ik nooit gereviewd, want die waren zo lelijk en dun aan de onderkant. Dat het echt geen vorm was. Dat heette 1001 extensions of zo. Daarna kwam Luxury for Princesses, dat was oké. Okay. Die vond ik wel een beetje droog qua haar. En de kleur was niet bij mij, ook niet nadat ik het geverfd had. Dus daar baalde ik ook al een beetje van. Dus ik had nooit clip-ins waarvan ik dacht... Yes! En ik was sowieso huiverig voor clip-ins überhaupt. Ik vond dat wel heel knap dat Martine het probeerde. Het inzetten zag ik ten eerste al niet zitten. Ten tweede zat ik altijd te denken van... Ja, ik vind zelf altijd dat je extensions bij iemand heel erg goed kunt zien. Daar ben ik echt best wel een Piet Lutte over. Dus ik zag het bij mezelf echt al helemaal niet zitten. Maar goed, toen zei ik tegen Tina, nou, doe jij het maar. En toen zei Martine, ja nee, maar mijn kleur is moeilijk. Eigenlijk moet jij het eens reviewen. Nou, al met al hebben we met Magda gebeld. Dus ze heeft ons bij haar thuis uitgenodigd. En ze heeft ons geholpen met een kleur uitkiezen. Ja, en toen zag die van de weinig al zitten. Hè, jouw kleur, want dat is... Je zag mijn kleur zitten in ik mijn zag haar. Jouw kleur eigenlijk al meteen liggen. Oh, je zag hem liggen, ja. En dat is bleach blond, heb ik. En ik heb een set van 120 gram. En het grappige was, Magda zet het even heel snel in. Even hup, hup, hup bij Willemijn. En toen zeiden we meteen, mooi inderdaad. Toen dacht ik al wel van, volgens mij kan ik hier wel warm van worden. En ik had andersom, ik dacht, nou jongens, ik ben zilverblond. Maar ja, mijn zilverblond slaat terug naar een warme, rare tint. En toen bleek dat de kleur latte blond, zo heet die, ik vind het nog steeds lastig uit te spreken. Dat blijkt dus heel goed. Latte. Ja, latte, maar hij blijkt heel goed bij mijn eigen haarkleur te passen. En hij is wat grauwer, dus kijk maar naar Willemijn. Je ziet ze hier ook naast elkaar liggen, je ziet de twee verschillende kleuren op één tafeltje. Je ziet dat voor Martine toch echt wel assiger is dan dat voor mij. Dus dat is ook wel echt het verschil. En het mooie vind ik ook, zeg maar, Maggie's Hair heeft nu nog maar 8 basistinten om het zo maar te noemen. Maar er zitten zoveel soorten kleuren in dat ze eigenlijk heel goed blenden met je haar. Je hoeft ze niet per se te verven. Ik dacht echt, ik moet de mijne verven. Maar dat hoeft dus helemaal niet. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Want extensions verven is vaak een dure grap. Ja, heel duur. Ja. Voor we verder gaan we eerst even samen met z'n allen kijken naar een stukje in het interview met Magda. Dus kijk even mee naar wie Magda is. Zo, nou, we zijn hier bij Magda. En Magda is echt een heel lief mens. En ik vond het wel leuk dat jullie even wisten wie Magda precies was. Dus Magda, laat even weten wie ze is en precies wat ze doet. Yes. Nou, vertel maar, wie ben je? Ik ben, Magda dus. Maggie word ik ook wel genoemd. En ik woon in Sneek. Ik ben 30 jaar. En ik heb een eigen spraytanning salon. Mm-hmm. Maggie Spray. Ik denk iedereen, hoe bruin ben je dan? Martine Willemijn. Maar daarvoor kwamen namelijk Nee. Ik heb wat anders bij jullie gedaan. Ik heb nog een andere bedrijf heb ik opgezet de laatste jaar. En daar is dit uitgekomen, de Hair Extensions. Ja, jullie hebben het al kunnen zien, zeg maar. Of jullie gaan het nog zien, dan meteen in het filmpje. Maar het zijn dat Hair Extensions. En waarom ben je dat eigenlijk begonnen? Nou, ik weet dat er ontzettend veel markt al is, hè, in de wereld van Hair Extensions. Maar ik kon het niet vinden qua kwaliteit in de clip-in extensions. Mm-hmm. En mijn clip-ins die wilde ik eigenlijk ook wel zo nu en dan als permanent laten plaatsen. Of als flip-in. Ja. Dus ik heb een 4-in-1 systeem ontwikkeld. En die hebben ook de kwaliteit van... de kapperskwaliteit, zo noem ik het altijd maar. Dus niet de top of the bill. Nee. Ja. En dan echt in clip-ins. Ja. Dat is toch wel mijn specialiteit. Okay. En op het moment heb je 8 basistinten. 8 basistinten en in elke tint zitten 4 ondertonen, waardoor dat eigenlijk al heel gauw blendt met de diverse kleuren. Ja, het blendt zelfs met mijn zilveren haar, dat had ik helemaal niet verwacht. Nee, maar, dat was even puzzelen, maar in één keer hadden we hem, hè. Dat scheelt. Ja, ik ben echt heel blij. Jullie gaan het zo meteen nog wel even beter zien, inderdaad. Ja, het staat je ook echt super. Oh, dankjewel. Ja. En Magda heeft ze zelf er ook in trouwens, mocht je het afvragen. Ik vind het heel mooi natuurlijk staan. Zelfde kleur. Wij dragen dezelfde kleur en zo zie je maar 2 verschillende ondertonen en toch hetzelfde effect. Ja, precies. Want hoe lang bestaat Maggie's Hair eigenlijk?
Oh, Maggie's Hair is 1 oktober echt losgegaan, maar de aanloop is natuurlijk wel eventjes een beetje langer geweest. Ja, en wij vinden het ook heel leuk dat je in het noorden zit, want al dat soort dingen zijn toch vaak in Amsterdam voor de betere kwaliteit. Klopt, ik heb ze zelfs altijd vanuit het buitenland laten invliegen. Ja. En ja, zelfs dan niet helemaal blij. Kun je nagaan. Sommige heb ik zelfs meteen in de prullenbak gegooid. Oh ja? Ja. Oh, wat erg. Ja. Hey, hoe je het plaatst in het haar? Je hebt 6 tot 9 weft zit er in een set. Afhankelijk van hoeveel volume dat je wilt, kan je dan een set kiezen. Die clip je vervolgens over je hoofd heen in, zodat je echt verdeeld over je hele hoofd de wefts hebt zitten. Ja. En daardoor krijg je full head set, noemen we dat. Dat is in 3 formaten te krijgen. Mm-hmm. Je hebt ook 2 andere wefts. Dat is een volumizer, dus echt voor de hele fijne haartypes die puur wat meer volume willen. Het is een hele mooie dunne weft en die laat je vaak even op maat knippen. Mm-hmm. En ik heb ook nog een superior volumizer. Dat is echt als je niet veel wilt klippen, maar wel lang en dik haar wilt hebben. Dus dat is 1 hele grote dikke weft. Zo, kun je nagaan. Ja. Nou, ik vind het wel ideaal dat je het op 4 manieren kunt stylen. Dus voor ieder wat wil, je kunt ze gewoon permanent laten plaatsen met een clip in. En dat is natuurlijk wel echt heel erg fijn. Ik heb het eigenlijk nog nooit gezien eerlijk gezegd dat je dat kon doen. Eigenlijk bij een extension. Clip in. En de micro-rings. Ja, en de waxwondjes. En de waxwondjes. Ja, ja, en als je wilt kan je ze natuurlijk ook laten naaien. Hè? Maar dat is voor iedereen wat wils. Maar ik heb de 4 in 1 manier heb ik bedacht. En wat zijn de prijzen ongeveer zeg maar, per gram wat je betaalt? De gemiddelde, de volumizer is €59,95. De superior volumizer is €139,95. Mm-hmm. 120 gram is €175. Ja. 165 gram is €199. Ja. En dan ga je naar de super deluxe. En dat is echt top of the bill. Dat is €299. En dan heb je 220 gram. Wow, dat is echt veel. Ja, dat is, want jij hebt nu 165. Ja. Nou, dan moet je voorstellen dat je nog meer hebt. En dan heb je die hele dikke volume. Dat is echt voor mij nu echt wel heel veel. Dus dat is echt voor mensen die uit willen pakken. Maar, hier kan je zelfs levenslang mee met deze clip-ins. Want jij vertelde ook iets over dat je veel verschillende types hebt hè, van de kwaliteit. En dat van varieert van 1 tot 8, zeg ik dat? Ja, goed? Van 1 tot 8 ongeveer. Bepaalde fabrieken hebben 7A als hoogste. 1 is synthetisch. Ja. De meeste die op de markt verkrijgt zijn 4 en 5. Mm-hmm. Maggie's Hair 7A of 8, afhankelijk bij welke fabriek je het dan laat maken. En dat is eigenlijk het hoogste. Ja. En dat heeft te maken, dat is wel best wel interessant, met de donoren. Hè, mm-hmm. Van wie dat haar afkomstig is, wat natuurlijk fair trade is. Dat is niet onder dwang of wat dan ook, dat zou niet best wezen. Maar het is fair trade haar. Mm-hmm. De donoren hebben allemaal even lang haar. Dus als je zoveel haar hebt, heb je niet dunne strengetjes aan de onderkant. Elke los haartje is even lang, van boven naar onder. Ja. Ja, dat merkten wij zelf ook al. Dat zag ik al net toen ik ze bekeken. Ik dacht, wow, dat is wel echt dik van boven tot onder. En niet dat het heel dun uitloopt of zo. Nee, als je heel dun haar aan de onderkant hebt, dat betekent dat je ontzettend veel moet inklippen. En dus heel veel gewicht aan je hoofd hebt. Ja. Om een beetje dik haar. Ik heb eerder wel eens meegemaakt. Ja, hè? Oh ja, vreselijk. Ja. Waar kun je dit nou bestellen? Dit kan je online bestellen via www.maggies-hair.com. Mm-hmm. Kan ik je advies geven? Je kan gewoon mailen met foto's. Als je denkt, nou wat moet ik nou voor kleur? Nou, dan mail je wat. En dan. En Instagram kunnen mensen ook al veel zien. Hè? De meeste modellen zijn ongeverfd, hè? Die clipping extensions. Zijn alle modellen die je op de Instagram ziet, en dat is Instagram hashtag Maggie's Hair Extensions. Ja. Die zijn allemaal ongeknipt, vaak ongeknipt en ongekleurd. Zitten natuurlijk wel wat uitzonderingen in. Ja, klopt. Maar dat is wel leuk om te zien. Hè? Ja. Want dan denk je toch, goh, je hoeft het niet per se te kleuren omdat het bij je haar blendt. Dat is vaak het rotte, vind ik zelf, aan clip-in extensions. En je denkt, ja, is leuk, maar je moet het toch helemaal laten kleuren om op maat te krijgen. Ja, nee, dat hoeft bij deze is dat eigenlijk niet de insteek. Bij sommige dames raad ik het wel aan. Maar in principe hoeft het niet. En het leuke is, als je het gekleurd gaat kleuren, blijft de kwaliteit hetzelfde. Ja. Nou, jullie gaan in ieder geval nog heel veel zien van Maggie's Hair. Dus jullie bedankt even voor het kijken naar dit filmpje. En nou, wie weet, zien jullie mag dat nog wel een keer, want ze doen het ook spreten. Ja, bruin doen we ook. Daar zijn we ook heel benieuwd naar, dus tot de volgende keer. Tot later. Doei. Nou, zoals je hoort, Magda die pretendeert dat het echt een superieure kwaliteit is. En ik zal er niet om liegen. Jullie weten dat we zelf kritisch zijn. Ik heb het tegen Magda zelf gezegd, wij zijn wel kritisch. En eerlijk. En eerlijk, inderdaad. Nou, dat zei ze, vond ze ook goed. Ze was lang helemaal blij dat we het leuk vonden om te reviewen. Maar hands down zijn dit echt tot nu toe hele mooie extensions. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ze blijven heel lang zacht. We hebben ze al heel vaak gekruld, Willemijn en ik. En ze zijn heel natuurlijk. Want ook de krul zakt na verloop van de tijd uit. Die Luxury for Princesses heb ik ooit gekruld met de Remington.
Die krullen zitten er nu nog steeds, echt een jaar later, bijna in. Nou, dat vind ik eigenlijk... Ja, als ik die extensie ook zag, naast deze, vond ik dat haar veel plasticker ogen. Het heeft een soort van onnatuurlijke glans, om het zo maar te zeggen. Dat, ja, ik weet niet. Nou, het ziet er veel nepper uit. Dit ziet veel echter eruit. Dit is echt kwaliteit. Zeg maar. Dat durf ik echt wel te zeggen, dat het kwaliteit is. Ze zijn ook heel dik, heel vol. Ja. We hebben alle 220 gram in. Dat is dus de kleinste set, zeg maar. En dan is het bij ons ook nog zelfs een beetje op maat gesneden met ons eigen haar. Dat hebben we toen laten doen. En nou zelfs dan nog denk ik, wow, we hebben echt niet veel, maar wel veel haar. Heel dik is het. We hebben dan niet de grootste set, maar dit is echt meer dan genoeg voor mijn haar. Ja. Echt meer dan genoeg. Wat ik verder ook vind, het inzetten is me echt ontzettend meegevallen. We zetten het liefst bij elkaar in. Dat vinden we ook gewoon heel erg gezellig. Ja. Maar ik kan het ook alleen als ik het wil. Ik heb het nu 2 keer alleen ingezet. En het gaat op zich best goed. Het is een beetje goed voelen. En het liefst met 2 spiegels. Maar nou, dat valt me echt alles mee. Dus mijn grootste barrière om ook een clip-in extensies te nemen was ook het inzetten. Dat valt me echt heel erg mee om te doen. Ja. En ik kan zelfs ook een vlecht mee maken. Als ik zeg ook goed achter en voor kan kijken. Heb ik ook maar 3 nodig. Zeg maar 3 stukjes. En dan kan ik al een hele mooie... zijwaartse vlecht mee maken. En ik vind het eerlijk gezegd echt niet duur voor wat je krijgt. Het is wel echt serieus. Dan ben ik echt heel erg aan het raven. Maar geloof me dat dit echt goede kwaliteit haar is. Weet je, het is zo natuurlijk. De krul zag mooi uit. Daardoor hoef je het ook niet weer te gaan zitten stylen als je per se stijlhaar wil. Kleuren zijn mooi. En zelfs stijlhaar. De clipjes zijn goed. De clipjes zijn goed. Die blijven goed zitten. Heel stevig zijn ze. Kun je ook hier een beetje zien. Zijn ook in de eigen haarkleur zeg maar geverfd. Het zijn siliconen coating clipjes. Ze glijden niet heel erg in mijn haar. En zelfs stijlhaar, Willemijn had het zeg maar stijl de eerste keer. Zelfs dat is mooi. En als dat mooi valt, dan weet ik altijd wel vaak, dan zijn het wel goede clip-ins. Je ziet ook gewoon, de puntjes zijn heel goed. Ze springen niet, ze zijn niet gebroken. Het zijn echt, haartjes zijn ook zeg maar evenredig lang. Het is niet dat de onderkant veel dunner is of zo. Ja. Dus je kan het ook kleuren, je kan het knippen, je kan het stijlen, wassen. Kan er eigenlijk alles mee. Wassen trouwens valt me alles mee. Ik heb ze nu al een paar weken en ik heb het nog helemaal niet hoeven wassen. Ik ook niet. Nee. Ook niet. Om bijvoorbeeld de textuur er weer uit te krijgen. En we hebben ze ook gewoon iedere keer ingespreid met haarlak en met texturizing spray. Dus dat valt ook. Het zijn gewoon heel erg makkelijk in gebruik. Ik ben er echt serieus echt heel erg blij mee. En natuurlijk hebben wij dit gekregen van Magda. Maar eerlijk is eerlijk. Ik zou zelf ook echt 175 euro er wel voor over hebben. Ja. Om nog eens eentje te kopen. Maar je kan dus op 4 manieren dragen. Dus als clip-ins, maar ook als flip-ins. Dus met het grootste kan je daar. Degene van 5, dat is een flip-in. Die heeft een flip-in draadje. Ja, en ik denk als je die zeg maar 2 keer hebt, dan kun je natuurlijk gewoon helemaal flip-in doen. Je hebt bonding, zeg maar, van die plastic bondings. En je hebt ook van die micro rings. Dus echt als van die ringen eraan zetten. En na een aantal maanden, als die uitgroeien, dan schuif je de ring weer omhoog. En dan kun je er ook gewoon van genieten. Dus kun je ook laten doen bij de kapper trouwens. Ja. En de kapper waarmee Magda mee samenwerkt is misschien nog wel leuk om te vertellen. Dat is Diana van BU Hairstyling. Onze nieuwe kapper trouwens. Als je niet weet waar we het over hebben, kijk even op Live Life Gorgeous. Oh ja, ik heb er een artikel over geschreven. Volgende keer geen Jasper, maar Diana. Wij hebben echt heel veel zin erin. Dus spannend inderdaad. In elk geval, zij biedt een aanbieding aan dat je de 165 gram set, die van 200 euro, kunt laten inzetten bij haar voor 65 euro extra. Dus dat is echt een spotgekope aanbieding. Want 65 euro voor een behandeling die minstens 3 uur duurt, dat is echt... heel erg schappelijk. Dus als je ze permanent wilt inzetten, ga dan ook even in laten zetten bij Diana. En dan heb je ze gewoon de kleur van Magda, de extensie van Magda, maar dan het inzetten door Diana. En dat is echt een topcombinatie. Geloof me, dat is inderdaad niet duur, want dan heb je 165 gram, is eigenlijk 200 euro. En dan erin zetten 65 euro, dat is echt niks. Toen ik mijn bruine extensies in mijn haar liet zetten, toen was ik ongeveer bijna 600 euro kwijt. Dus dit is eigenlijk nog minder dan de helft wat je hier betaalt. En dat vind ik echt weinig. En dat zit hem vooral in ook dat Diana gewoon zeg maar, het inzetten heel goedkoop aanbiedt. En als je het dan vervolgens weer omhoog wil laten zetten, die micro rings, dan ben je ook weer niet zo heel veel kwijt. Dus dat is al echt heel fijn. Maar voor nu moet ik eerlijk zeggen, ik hoef ze nu nog niet permanent. Nee, ik ook niet. Ik vind het gewoon fijn dat ik ze uit en in kan doen. Dat je gewoon je hele look kan veranderen. En ook dat je denkt, oh, doe ik nu naar de zijkant? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat ik liever permanente extensions zou willen. Dat leek me gewoon veel makkelijker. Maar nu ik clip-ins heb, ik denk dat ik eigenlijk nooit meer permanente extensions wil. Want ik heb het natuurlijk nog nooit gehad. Ja, 1 keer, die plakkers. Ja. Ik denk eigenlijk niet dat ik ze permanent zou willen hebben. Want ik vind dit echt veel te leuk. Je kan of gewoon je eigen haar of dit. Je kan ze inderdaad voor een deel inklippen en daar een vlecht mee maken. Je kan er van alles mee. Ja, je kan als je een klotje hebt, kun je zeg maar zo'n stukje met 1 ding gewoon helemaal mooi vlechten. En een vlechtje eromheen binden. Nou, ja, je kan er alles mee. Echt
Superleuk. Dus ik vind vooral, wat ik heel erg leuk vind aan onze nieuwe extensie, dat we veel creatiever zijn geworden met haar. Ja. Kan er leuke kapsels mee maken. We zijn ook veel bij elkaar aan het vogelen. Dat is ook wel leuk, zeg maar. Ik ben nu de hele tijd van die updo's aan het doen met de lijnen zo aan de achterkant. Dat is wel echt... Kuifje gemaakt vandaag. Kuifje gemaakt krullen maken. Ja. Ja, het is gewoon heel erg leuk om te doen. Ja. Mocht je trouwens afvragen, vinden wij 120 gram genoeg? Ja, zeker. We hebben kijk, al 4 plukjes van 1. 2 van 2. 1 van 5 en 1 van 3. Ja. En daarmee heb je echt genoeg ruimte. Echt genoeg haar. Ja. Om gewoon een mooie volle bos te krijgen. Dus als je fijn haar hebt, dan zit je met een set van 120 gram echt meer dan goed. Heb je heel vol haar. Ga dan een grammetje, een setje hoger. Ik denk niet eens dat ik kan volgens mij niet eens meer van die wefts, zeg maar, hoe je dat noemt, kwijt in mijn hoofd. Bij 120 gram ben ik echt al, voor mij meer dan zat. En eigenlijk waren ze nog langer, hè. Zij zijn iets meer gesneden. Ja. Nou, bij mij zijn ze ongeveer wel hetzelfde. Bij jou volgens mij ook wel. Misschien een klein stukje. We hebben ze nu behoorlijk gekruld. Dus ze zijn wat ingekort. Maar ze zijn 50 centimeter lang allemaal. Ja. En ze kwamen bij mij tot over mijn borsten als ik ze gewoon stijl draag. Dus dat is echt behoorlijk lang. Ja. Nog een laatste dingetje, denk ik. Wij hebben ze op maat laten snijden. Dat hebben we al een paar keer genoemd. Het hoeft niet. Het is in principe... kan je ze ook gewoon zo dragen. Maar als je ze stijl wilt dragen... dan is het, en je draagt ze heel vaak... dan is het eigenlijk wel net iets mooier, vinden we zelf... om ze op maat te laten snijden. We hebben bijvoorbeeld de plukken bij ons gezicht wat korter... en dan op de achterkant loopt het wat meer af in een halve cirkel. En het enige kritische puntje... maar dat is meer een meningsverschil, denk ik, wat we hebben... is dat Magda, zeg maar, zelf zegt... hoeft het niet te toperen. Het is gewoon, zeg maar, click and go. Dat hebben we zelf niet. We vinden wel zelf echt dat het wel getoupeerd moet worden een beetje. Want dan zie je toch net die aanzet niet. En volgens mij had Diana ook zoiets van... nou, ik zou het ook wel touperen. Wij touperen ook vooral de bovenkant, zeg maar... waar het overheen moet vallen. Dat touperen we toch even. Zeker met ons fijne haar. Dan vallen er gewoon snel gaten in. Dus dat touperen we wel. Weet je, dat is een meningsverschil. Dat is een klein... Ik denk, misschien is het ook niet voor ieder haartype nodig. Wij hebben gewoon van het fijne, gladde haar. Misschien als je heel mooi dik stug haar van jezelf hebt... dat het wat minder nodig is. Anyway, wij zijn gewoon eigenlijk enorm enthousiast. Ja. Volg Magda trouwens ook even op Instagram via Maggie's Hair. Dan kun je ook even kijken. Want dan staan de meeste modellen die erop staan, hebben ook ongeverfd haar. Dus gewoon hoe de natuurlijke haarkleur, zeg maar. Ja. En ze geeft er wel eens winacties. Want ik zag laatst nog eentje, liep tot en met 6 maart volgens mij. Ja. Dat ze een set weggeeft. Dus als er één kan winnen, ik zou zeggen... Ga ervoor. Ga kijk ervoor. Op Instagram en ga er zeker volgen. Zodat je misschien ik weet echt niet hoe ik moet uitdrukken... hoe blij we ermee zijn. Zonder dat het echt te gesponsord lijkt. Want het is, we hebben ze dan wel gekregen. Maar het is echt oprecht onze eerlijke, pure mening. Ja. Ik denk dat het ook wel blijkt dat we heel blij ermee zijn. Dat we ze gedragen hebben op het BFF-event. Ja. Ik bedoel, als we er onzeker over waren geweest. Hadden we dat echt niet gedaan. En we hebben ze al heel vaak gedragen in video's. In outfits. We zijn gewoon super blij mee. We zijn echt heel blij. En ik kan nu echt, ik durf nu ook echt te zeggen. Nu ik al 2 keer Luxury for Princess heb gebruikt. En deze... dat ik deze gewoon echt mooier vind. Ja, gewoon de kwaliteit absoluut. Is veel mooier. En veel grondiger. En een Nederlands merk vind ik ook gewoon heel erg cool. Magda heeft dus de ambitie om gewoon wereldwijd te gaan. En ik vind het dan zo... hoe cool zou het zijn dat Nederland gewoon echt zo'n topmerk heeft. Dat zou toch zo gaaf zijn. Ja, dus ik sowieso Magda. Ja. En gewoon jij heel erg bedankt dat je dit naar Nederland hebt gehaald überhaupt. Want wij zijn er echt wel helemaal fan van. En als ik ooit een andere haakloek krijg, ga ik meteen weer een nieuwe set. Dan moeten we naar jou toe, we moeten een nieuwe set. Heel veel succes met je business en voor jullie de kijkers. Ja. Als je eens een keertje clip-in extensions wil proberen, dan zouden wij zeker dit merk aanraden. En dan voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!